Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Instituut First Lady ondersteunt trainingsprogramma startende ondernemers en in proces naar gezond maken SLM. Een gesprek met president-commissaris Rajan Palat Singh. Kleine en middelgrote ondernemers dragen in belangrijke mate bij aan de sociaal-economische vooruitgang van opkomende economieën. Het is daarom van belang dat deze groep de nodige vaardigheden krijgt aangereikt. In dit kader is op donderdag 25 februari 2021 het driedaagse trainingsprogramma Basisvaardigheden Ondernemerschap van start gegaan. Dit programma wordt bekostigd door het Instituut van de First Lady en uitgevoerd door het Bureau Eenheid in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Vanuit het kabinet van de president zijn we al geruime tijd bezig om in het veld de ondernemers, de kleine ondernemers te spotten. We zijn een paar keer al naar de ghetto geweest, om het maar zo te noemen, en in de districten en het binnenland. En dus zijn we een samenwerking aangegaan met het ministerie van Economische Zaken om deze ondernemers die het hard nodig hebben, bestaande uit startende ondernemers en al of kleine ondernemers, om ze te trainen om de vaardigheden voor hun onderneming te vergroten en de kennis te verruimen, zodat ze een succesvolle onderneming kunnen hebben. Nou, het is een driedaagse training. Het wordt dus verzorgd door onze partner van het ministerie. En wij zorgen ervoor dat het gefaciliteerd wordt. En de ondernemers beschikbaar zijn om het te volgen. Vandaag zijn we al zover om de training basisvaardigheden ondernemerschap aan te bieden aan een bijzondere groep Surinamers. Ik heb eerder gehoord van ghetto boys, ghetto girls. Ik zeg een bijzondere groep Surinamers. Omdat deze groep Surinamers de potentie hebben om succesvolle kleine en middelgrote ondernemers te worden. Dus categoriseer jezelf als ondernemers. De Wereldbank geeft aan dat kleine en middelgrote ondernemingen, KMO's, afgekort, een belangrijke rol hebben in de meeste economieën. Vooral in ontwikkelingslanden, waar Suriname is ook een ontwikkelingsland. KMO's vormen het merendeel van de bedrijven wereldwijd en leveren een belangrijke bijdrage aan het scheppen van banen. Zo leveren KMO's een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde economische ontwikkeling. Dus wat ik eerder zei van die ghetto boys, ghetto girls, ondernemers, KMO bent u. En u bent belangrijk voor de economische ontwikkeling van Suriname. Maar meer nog, KMO's zorgen voor de ontwikkeling, economische ontwikkeling wereldwijd. De overheid erkent het belang en de noodzaak van de kleine ondernemers binnen de samenleving. Om de ontwikkeling van het land volledig te ondersteunen, zou het ondernemerschap goed gestimuleerd moeten worden. Het begeleiden van de processen naar onderneming moet effectiever en efficiënter plaatsvinden. Hierin wil het Bureau Eenheid een grotere rol gaan spelen in het veld. Bijvoorbeeld, in Coroni is er een heel goed traject ingezet en wij zullen daar als voorbeeldproject u dit aan u voorhouden en aan de gemeenschap. Deelnemers aan dit trainingsprogramma
zullen enkele van de belangrijkste stappen binnen de onderneming aanleren. De cursus zal u als ondernemer ook een goed inzicht bieden in het proces van ontwikkelen van effectief beleid en kader binnen uw onderneming. Met onderwerpen over een ondernemingsplan, begroting, prijscalculatie, ben ik er zeker van dat u de discussies interessant en waardevol zult vinden. En dat er veel interactie zal zijn tussen de deelnemers en trainers tijdens de training. Doet u mee, probeert u elke dag op tijd te zijn en probeer alles wat mee te nemen valt, mee te nemen. Zoals eerder gesteld, wij gaan u niet loslaten. Wij zullen u na deze training, die wij ook naar andere districten zullen brengen, zullen wij u bij de hand nemen en kijken in uw eigen omgeving hoe wij u kunnen helpen om de onderneming te starten en of voort te zetten en of te professionaliseren. We gaan het hierbij niet laten. Binnen een jaar à twee jaar zullen uit deze groep stevige ondernemers moeten zijn ontstaan. En probeert u daar één van te zijn. Tijdens de eerste dag is de focus meer op basiskennis van ondernemerschap zelf. De tweede dag wordt gefocust op business model canvas. En de laatste dag, wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is de financiële administratie. Dus kostenprijscalculatie. Dit is pas onze eerste stap. Onze eerste trainingssessie. De bedoeling is natuurlijk dat we naar het binnenland gaan en de verschillende districten ook nog zullen aandoen. Dus we just got started. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM verkeert in een positie waarbij er sterk moet worden geconcureerd. Daarnaast dienen ook de nodige stappen genomen te worden om het bedrijf uit de rode cijfers te halen. Immers, de leiding heeft van president Chandrika Prasad Santokhi de opdracht om de onderneming gezond te maken. Presidentscommissaris Rajan Palat Singh gaat tijdens het vraaggesprek in op enkele onderwerpen de SLM rakende. Ik persoonlijk zie de toekomst van de SLM heel positief tegemoet. We gaan nu als bedrijf door een heel moeilijke periode. Niet alleen door COVID, maar zoals je weet is het bedrijf al een aantal jaren verlieslatend. Wij zijn nu bezig met een nieuw plan om het bedrijf gezond te maken. Maar nogmaals, ik zie het positief tegemoet. Alleen moet ik zeggen, weet u, met COVID is het moeilijk plannen. En dat is best wel een onzekere factor. Maar het bedrijf zelf, ik heb het al eerder gezegd, is een bedrijf met goede mogelijkheden. We zijn bij de president geweest, het plan is nog niet af, omdat we ook alle actoren bij het plan gaan betrekken. Zoals u weet hebben we de RVC van de SLM, het interim team, de directie, we willen de vakbond ook graag erbij, en de piloten. Dus alle actoren gaan erbij worden betrokken, omdat we een plan willen maken dat echt door het bedrijf wordt gedragen en niet van bovenop wordt opgedrongen. SLM, de minister van TCT heeft het gezegd, de SLM moet lean en mean worden. We moeten een bedrijf worden dat efficiënt is. We hebben goede routes en het moet mogelijk zijn om op die routes winstgevend te zijn. De SLM bestaat uit een aantal units. Eén is het vliegbedrijf, twee is de catering, drie is ground handling en vier is cargo. De laatste drie die ik noemde, dat mag niet zo moeilijk zijn om die winstgevend te maken. Het vliegbedrijf, dat is een grote uitdaging. Maar nogmaals, als we met als uitgangspunt het bedrijf efficiënt maken, moet het lukken. Ik kan u zeggen dat de salarissen tot heden zijn uitbetaald. Ook deze maand worden de salarissen uitbetaald. Ik heb de stukken net getekend. Ik moet wel zeggen dat het niet makkelijk is. Maar de waarnemend directeur en de vice president operation, die doen echt hun uiterste best om zoveel mogelijk kosten te betalen van het bedrijf. Het is niet makkelijk, we vliegen bijna niet. Zoals u weet, bepaalde bestemmingen kan je momenteel niet naartoe. Ik geef als voorbeeld Belém. Maar Nederland is ook een hoog risico. Daar mogen we één keer per week naartoe. Dat is niet echt veel. En op de regio vliegen we momenteel niet naar Curaçao. We gaan niet naar Aruba. We gaan niet naar Port of Spain. En we gaan ook niet naar Miami momenteel. Zo hebben we weinig vluchten. En om je uitgaven te betalen moet je inkomsten hebben.
Maar we doen ons uiterste best om de mensen hun salarissen te betalen, het personeel van de SLM. En wat de situatie van het personeel betreft, kan ik u zeggen dat er komt een herstelplan. En we moeten het bedrijf efficiënt maken. We zullen proberen om zo weinig mogelijk mensen te vragen om het bedrijf te verlaten. Dus we proberen dat zo minimaal te doen. Maar het is niet makkelijk. Want kijk, wij laten ons ook adviseren door externe deskundigen. En een van de dingen die ik constant hoort is, er is te veel personeel bij de SLM. Wij zeggen dan, dan onderzoeken we het. We gaan niet zomaar uit van wat men roept. We zijn bezig met de IATA. IATA heeft een doorlichting gedaan van het bedrijf. Kijken waar en hoeveel mensen op welke afdelingen te veel zijn. Maar het kan best zijn dat we zeggen, bijvoorbeeld is iemand te veel op die afdeling. Misschien kunnen we ze gebruiken bij de catering. Dus het is niet onze intentie om de mensen onaangenaam te zijn. Onze plannen zijn om de SLM te redden. Persoonlijk noem ik het een herstelplan om de SLM gezond te maken. Wat doen we om het bedrijf levensvatbaar te houden? Er wordt heel hard gewerkt op de chartermarkt. De charters zijn eigenlijk onze enige inkomsten naast cargo. Sorry. En de catering en de ground handling zijn afhankelijk van het aantal vluchten. Dus als je geen vluchten hebt, heb je minder catering. Maar je hebt ook minder ground handling. Cargo is een heel goede opportunity voor de SLM. We kijken ook daarnaar welk model. Want het is misschien de beste optie is misschien met je eigen machines de cargo afdeling gaan vliegen met de eigen vliegtuigen. Met je eigen vliegtuigen. Want nu huren we het op weekbasis. Maar we moeten uitbreiden. De regering is menens met het stimuleren van de export. We kijken continu naar Nederland en we kijken ook naar Miami. Goede markt voor onze producten. Maar in de regio is er ook veel vraag naar onze producten. Met name onze groenten en fruit, vis. Laten we niet vergeten, mevrouw Olga. Suriname heeft een van de lekkerste groenten in de wereld. Goed fruit. Mensen willen afnemen van ons. Maar dan hoor je vaak, ja, maar cargo is een probleem. Dus daar gaan we ook nu naar kijken. We willen echt cargo, dat heeft COVID ons allemaal geleerd hoor. Cargo is nou big business. En misschien moet je het niet mengen met het passagiersgedeelte van het bedrijf, maar gewoon een aparte cargo afdeling opzetten. Daar wordt allemaal naar gekeken. Ik kan u verklappen dat we op 2 en 3 maart een strategische sessie hebben met alle actoren die ik net noemde. De vakbond, de piloten, interim team, directie en FVC. Om te brainstormen en na die 2 dagen moeten we er wel uit zijn. Dus 2 en 3 maart is dat gepland. En iedereen komt met zijn eigen input. Het is ook belangrijk om te kijken, de president heeft het ook aangegeven. Ook kijken hoe andere bedrijven deze crisis hebben aangepakt, met name de COVID-19 crisis. Wij zijn een kleiner bedrijf, dus ik verwacht dat we wel sneller uit de problemen kunnen komen. Maar het is not easy, ik ben heel eerlijk, het is niet makkelijk. Als je nagaat dat een bedrijf als KLM, in combinatie met Air France, een verlies heeft geleden van 7,1 miljard euro. Over het afgelopen boekjaar. Dat is veel geld. We hebben in Suriname natuurlijk niet zo'n groot verlies gehad de afgelopen periode. Maar in Suriname wat ook speelt. En ik moet dat toch wel even kwijt. De regering heeft heel goede intenties met de SLM. De regering wil de SLM graag helpen. Maar wat wij als bevolking toch moeten realiseren is, op zijn Surinaams, money no de. Het is niet alleen bij de SLM, het is ook op niveau van de regering. Dus we moeten met z'n allen ons inspannen om uit deze moeilijke periode te komen. Ik moet u zeggen, we hebben gistermiddag hier vergaderd op kantoor bij de SLM. En het probleem bij de 777 die we nu hebben is, hij staat nu aan de grond in Nederland vanwege technische problemen. Morgen staat hij al 2 weken aan de grond. U weet, dat kost heel veel geld. En, er zijn wat onderdelen nu besteld, maar de levertijd. En ook COVID-19 helpt niet mee. En daarnaast hebben we besloten om nog een aantal technische checks te doen. Ik wil hierbij ook zeggen van het probleem wat zich bij de 777-200 voordoet. Met name in Amerika, Japan en Zuid-Korea. Zijn de 777's met de Pratt & Whitney motoren. Wij hebben Rolls-Royce motoren. Dus het probleem doet zich niet voor bij onze 777. Gaan we met de 777 verder om op uw vraag in te gaan. Dat besluit moeten we de komende week nemen. Het is geen makkelijk besluit, maar deze machine heeft ons veel gekost.
Daar ben ik heel eerlijk over. Het kost ons veel geld. En nogmaals, we moeten gaan kijken van welke machine is de beste optie voor de SLM op de route naar Amsterdam. Als je met één machine vliegt, is ook geen optie. Want zodra je machine een probleem heeft, een technisch probleem, heb je vertragingen. En u weet het, in Nederland, als de mensen een vertraging van meer dan 4 uur hebben, moesten we een claim betalen. Het is, als ik me niet vergis, €600 per passagier. Dus wij kijken naar de optie, als je Amsterdam-route goed wil onderhouden, zal het of met een sterke partner zijn in het buitenland, of met 2 machines. Maar we moeten wel uitgaan van onze financiële positie van de SLM bij het maken van keuzes. Ik denk, op korte termijn zullen we toch moeten zoeken naar een sterke partner met wie we kunnen werken op de route. Ik persoonlijk zie dat als een uitdaging voor de SLM. Laten we niet vergeten, wij vliegen al jaren op Amerika. En dat is een regel van reciprociteit. Als jij naar Amerika gaat, mag er ook een Amerikaanse maatschappij naar Suriname komen. Hoe zie ik de concurrentie van American Airlines? Ik zie het als een gezonde zaak. Wij als SLM moeten gewoon laten zien dat we het ook kunnen. En nogmaals, we moeten ook naar het grote plaatje kijken. Het land Suriname moet toegankelijker worden. Van mij mogen er veel meer maatschappijen naar Suriname vliegen. Wij als SLM moeten zorgen dat we ons mannetje kunnen staan. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.